Enige tijd geleden is het werk van Lilian Kreutzberger genomineerd geweest voor de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst. Dus je zou eigenlijk niet verwachten dat datzelfde werk nu in Foam zou komen te hangen. Het bijzondere aan haar aanpak is dat ze verschillende media eigenlijk met elkaar mengt. En fotografie is daar een belangrijk onderdeel van. Dus als maker en als kunstenaar zie ik mezelf voornamelijk als schilder. Ik heb een achtergrond als, in de schilderkunst en voorheen maakte ik hele grote schilderijen en tekeningen. Ik ben naar mijn master echt met het idee gegaan om niet meer te gaan schilderen en om eigenlijk opnieuw na te denken over hoe ik mijn kunstenaarspraktijk wil inrichten. Voor mij was het heel erg moeilijk, omdat je als je jezelf als schilder ziet en elke dag begint met een canvas en met verf, dan weet je niet waar die ruimte is om ook met andere dingen te gaan werken. Het zal niet voor iedereen gelden hoor, maar dat vind ik heel erg. En daarna heb ik dus eigenlijk heel veel verschillende dingen uitgeprobeerd, veel meer vanuit een soort van onderzoekende houding. In het digitale medium, daar denk ik in ieder geval heel erg veel over na, over de overlap tussen het digitale medium en de schilderkunst. Beide zijn eigenlijk een huid of een oppervlakte gemaakt uit een bepaald materiaal, waarin er verwijzingen naar de echte wereld zijn, maar het is een representatie daarvan in een ander materiaal. Een van de dingen die heeft geleid tot het nadenken op deze manier en tot dit werk is dat ik me verbaasde over het feit dat je een drop shadow tussen twee schermen op je computer hebt, waarbij er een schaduw te zien is die verwijst naar een ruimtelijke werkelijkheid, maar die bestaat helemaal niet op het computerscherm. Alles is toch van één materiaal gemaakt, dus de rand is slechts een illustratie, schaduw is slechts een illustratie. Toen ben ik naar de ruimtelijke wereld gaan kijken en wat ornamenteert nou bijvoorbeeld in architectuur randen. In mijn soort van speculatie worden bijvoorbeeld randen obsoleet in de fysieke wereld, zoals ze ook in de digitale wereld obsoleet zijn geworden. En zijn eigenlijk die vormen weer vrijgegeven om nieuwe sculpturen mee te maken. Ik heb nooit een hele sterke interesse gehad voor fotografie, binnen mijn kunstpraktijk in ieder geval. En eigenlijk ben ik daarbij terechtgekomen omdat ik naar het digitale medium ben gaan kijken. Daar gebeurt eigenlijk alles via digitale fotografie. Dus de afbeeldingen die je bekijkt op je computer zijn foto's. En in die zin kom je dan heel erg snel ook alweer bij fotografie terecht. De titel van de tentoonstelling is White and Gold and Black and Blue. Er was een paar jaar geleden zo'n hele internet soort van vraag waar iedereen over de hele wereld ongeveer een mening over had, namelijk of de jurk white and gold, ja, wit en goud, of zwart en blauw was. Het feit dat A, de hele wereld daar ongeveer naar keek en een mening over had en daar hele grote discussies over waren, B, dat het gaat over iets wat eigenlijk dus in de fysieke wereld en in jou eigenlijk manifesteert, dus jouw waarneming daarvan. Maar het gaat om een digitale foto, dus iets wat een afbeelding of een representatie is van iets wat weer in de echte wereld ergens bestaat. Dat vond ik heel interessant daaraan. Had je die jurk nu gewoon voor je gehad in de winkel, dan had je het geweten. Dat past gewoon heel goed bij het werk of bij deze gedachten waar ik over aan het nadenken ben. Wat zijn de mogelijkheden, maar ook de limieten van de digitale media als het gaat om het kijken naar afbeeldingen. En er zit natuurlijk een stukje speculatie in ook naar hoe de toekomst dan eruit gaat zien en wat daar de nieuwe mogelijkheden in zijn. Dus op het moment dat dingen niet meer echt fysiek aanwezig zijn, kan je dus dit soort illusies of manipulaties of grappen gaan maken met de dingen die nu nog materieel zijn in onze omgeving. Een foto is vandaag de dag nauwelijks nog iets wat je in je handen vasthoudt, maar meer iets wat vluchtig aan het oog voorbij gaat. En zij laat ons eigenlijk weer even stilstaan om te kijken wat betekent dat nou eigenlijk wat we zien. Bijvoorbeeld zo'n werk als Super Surface stelt eigenlijk de vraag, kijken we nou naar een stuk marmer? Want het is wel heel massief hoe het in de ruimte hangt aan ons muur. Of is het nou een foto van marmer, een bewerkt beeld, of is het nou uiteindelijk toch een schilderij? Want als je er heel dicht op gaat staan, zul je toch verfstreken kunnen ontwaren. Het is heel interessant hoe fotografie eigenlijk opgaat in alle elementen die ze gebruikt. En ook niet altijd zich even duidelijk als een foto laat zien.
En op het moment dat we naar een afbeelding kijken, zijn er ook nieuwe mogelijkheden. Dus je kan dingen laten druipen of dingen hoeven zich niet aan de fysieke wetten te voldoen of aan te houden. Ik denk dat die zeggenschap over je eigen zintuigelijke prikkelingen of waarnemingen, dat dat mogelijk een uitdaging wordt in de toekomst. En daarnaast geldt trouwens ook voor het werk Superservice. En ook voor dit werk was ik in die tijd dat ik dit heb gemaakt ook wel veel aan het lezen over Superstudio. Wat ik daar heel interessant aan vind, is dat zij eigenlijk ook architectuur en meubels, bijna alles behalve de mens en de natuur, zeg maar als één soort van megastructuur zich voorstelde over de wereld heen. Waarbij alles eigenlijk een soort van oppervlakte is. Het leek mij leuk om nog die laatste barrière tussen de natuur en tussen het gebouwde of mensgemaakte op te heffen. Want stel je voor dat ook alles een soort van digitale huid krijgt, dan waarom zouden planten nog groen hoeven zijn? Dan zou de architectuur kunnen doorgaan in de plant en andersom.